heb je ervaring? En daar kom ik dan allemaal mensen tegen die mij naakt willen zien. Maar wow, wacht. Wie begon hij te pijpen? Hoi, ik ben Sam en naast mij zit... Yuna. En vandaag gaan wij confessions lezen die jullie hebben ingestuurd. Het zijn anonieme confessions, dus ze zijn nogal smerig, ranzig, gaan over seks, poep, plas. Allemaal dat soort dingen. En hoeveel zin heb je hier? 10. Yeah. Laten we gewoon gaan beginnen. Mag ik weer? Jij mag beginnen, want jij bent de gast. Ik ben een meid van 17 en ik ben al een tijdje verliefd op mijn buurman en hij is 65. In de vakantie was ik vaak alleen en hij kwam soms ook langs en dan zit ik nog in mijn pyjama, dus had geen BH. Had geen BH aan. En soms zag je ook mijn tepels erheen en dan kijkt hij er ook naar en doet dan of hij mijn tepel wil vastpakken. Ik vind dat helemaal niet erg, ik fantaseer soms ook dat hij en ik seks hebben. Ik heb wel een goede psycholoog voor je. Nee, weet je, is fantaseren is helemaal niet erg. Maar het laat het gebeuren. Fantaseren is helemaal niet erg. En als het gebeurt, dan gebeurt het. Nee, grapje. Want hoe oud is de oudste persoon? Die man is het. Oh, ik. Ja. Dus zij is 17. We hebben het hier niet over mijn profession, oké? Oké. Dus die man is 65 en zij is 17. Is die ouder dan? Vinden wij dat een probleem? Nou, dat ligt aan... Wat is jouw oudste persoon? Ik moet het zeg maar kunnen relativeren aan elkaar. Oké, ja, wat is jouw oudste persoon? Mijn leeftijd. Ah, oké. Ja, leuk. Voor mij... dubbelen? Nee, voor mij... Had het mijn vader kunnen zijn? Ik ben nog maar. Oké. Laat even in de reacties weten of jij ook benieuwd bent. Dan moet je naar de volgende keer wachten. Als deze video 15.000 likes kan krijgen, dan zou ik de volgende keer vertellen hoeveel hoe oud mijn oudste persoon is. Nou, like het dus. Hoi, ik ben een meisje van 14 jaar. Het was op school, we hadden muziek. Ik moest apart gaan zitten in een lokaal om blokfluit te oefenen. Ik ging op mijn mobiel omdat ik geen zin had. En ik kwam op een porno-site. Ik werd geil, ik zag mijn blokfluit en ik stopte het in mijn vagina. En het voelde goed. Oké. Ik wilde de blokfluit eruit halen, maar toen maakte die muziek. Nee, grapje. Nee, hij zat vast. En toen kwam de docent binnen. En hij hielp mij, want het was heel erg gênant. Hij heeft dat gelukkig tegen niemand gezegd. Moet ik het nu tegen mijn ouders zeggen? Oké, ze zat in een muzieklokaal. Nee, wacht, haar docent heeft haar geholpen met haar blokfluit uit haar kut te halen. Ja. Dat is echt concerning. Ik weet niet naar welke scholen jullie gaan, maar dit is echt niet goed. Dit is echt niet goed. Stel ze laat een kut scheet of zo, dan maakt het gewoon door. Ik was naar huis gegaan en dan gewoon. Ja, heb het er niet meer over. Naar de dokter. Waarom naar de dokter? Om het eruit te laten halen. Ik ga het gewoon... Maar hoe wil je met zeg maar een blokfluit in je kut zo lopen? Ah! Ik wou het ook een keer proberen. Ik ging een keer douchen en waste mijn haar. Toen zag ik iets raars in een hoekje van de douche liggen. Ik pakte het maar op en liet het meteen weer vallen. Gadverdamme, wat dan? Wat is het? Jullie hebben echt rare levens. Het was een gebruikte tampon van mijn moeder. Oh. Ik heb snel de zeep uit mijn haar gehaald en naar mijn kamer gegaan. Maar wat heeft ze met die tampon gedaan? Ik denk weer teruggelegd in de hoek. Oh. Wil je een leuk beetje weten over tampons trouwens? Het schijnt dus, maar dit moet je niet proberen. Dat zeg maar, als je dronken wil worden, je het snelste dronken wordt door een tampon, tampon in de drank en dan in je kont. Kont? Ja, want in je billen zitten de meeste bloedvaten. Daarom als je met een rietje alcohol drinkt, is het zeg maar, ja, maar doe het niet. Don't try it. Ik maak me vooral zorgen waarom jij dit weet. En die tampon, ja sorry, ik vind het best wel raar van je moeder dat ze dat gewoon in de douche legt. Wist je nog dat je allemaal bloed in mijn wc had gevonden? Mijn wc was ontstopt. Zijn wc was verstopt en ik moest hem ontstoppen. En er kwam allemaal bloed omhoog. Dat was zo rand. Ja, zo dat was echt precies. Volgens mij was iemand op dat feestje een beetje ongesteld. Hallo kortom en gast. Hallo Sam en gast. En you and I. Ja, hallo Sam en you and I. Ik ben een meisje van 13 en ik heb een vriend van 27. Oh. We hebben laatst seks gehad en toen kwam mijn moeder random binnen, maar ze wist nog niet dat ik een vriend had. Ik heb het er met mijn moeder over gehad en ze zei op één voorwaarde als we een keer een trio deden. En we hadden dat dus gedaan. Ik wil graag anoniem blijven. Meisje van 13 heeft een vriend van 27 en die moeder was een trio. Ja, we houden het hierbij. Dit is
Ja. Wil jij nou ook confessions insturen, dan kan dat via... confessions@tmac.com. Ik bedoel, @tmac.confessions. Woe! Yunai, waar ben je mee bezig? Komt er nog wat leuks aan? Hoe gaat het? Waar ben ik mee bezig? Oh my god. Weet dat je het vraagt. Zo spontaan. Zo spontaan. Niet voor de video. Waar ben ik mee bezig? Ik heb binnenkort met Sam... opnames voor... heb ik ook nog maandag... heb ik... opnames voor Rihanna Savage X Fenty Show. Oké. Voor de promotie daarvan voor Amazon. Voor Amazon! Fucking sick. En jij? Wat doe jij? Ik heb binnenkort ook opnames met jou. Niet. Ja. Dat heb ik nog niet verteld. Nee. Wow. Jij kan zingen. Doe even een hoge noot. 3, 2, 1. Dankjewel. Ik ben een meisje van 12 en sinds kort ga ik dus op... I don't know waar ze op gaat, maar ze gaat ergens op. En daar kom ik dan allemaal mensen tegen die mij naakt willen zien. Oh, waarschijnlijk iets van Omegle of zo? Denk het ook. Toen had ik daar dus een best wel diep gesprek met een jongen en hij vroeg of ik mijn kleren uit wou doen. Toen begon hij opeens te pijpen en vroeg jij of ik me kon vingeren. Maar wow, wacht. Wie begon hij te pijpen? Dus jij met iemand een gesprek die jou naakt wilde zien, had een diep gesprek met hem en toen begon hij opeens te pijpen. Ik denk aftrekken. Ja. Het is 12, misschien is het verschil. Ja. Oké. Begon opeens af te trekken, zeg maar gewoon. Ja. En vroeg hij of ik me kon vingeren, zodat hij kon klaarkomen. Dus ik vingerde mezelf. Toen ik daarna een orgasme kreeg, begon hij dus sperma te spuiten. Ik weet ook niet waarom, maar toen raakte ik in paniek en stopte onze videochat. Ik heb dus nu het idee dat ik mentaal ziek of zo ben, door wat er gebeurt. Nee. Is dit normaal? Het is niet goed dat je dit doet. Nee. Maar het is wel, zeg maar, het is niet raar. Want nee, er is niks mis met je of zo. Nee, want er zijn wel meerdere kinderen van jouw leeftijd die gewoon online deze dingen opzoeken en tegenkomen. Maar het is wel heel gevaarlijk als je gewoon random met guys. Ja, dus kijk ermee uit. Gaat videochatten en gaat vingeren en hem sperma laat spuiten. Want hoe vaak doe jij dat? Zeg maar random guys videochatten. En jij? Hoe vaak doe jij dat met meisjes? Ja, echt. Nu? We zijn nu aan het videochatten. Dus ik kijk nu mee. Dus jij hebt jouw shirt aan dan? Ik heb een vriend en we doen het al best vaak. Laatst kwam hij klaar en ging ik hem doorpijpen. Ah. Hij zei dat hij bijna nog een keer kwam en toen voelde ik iets zuurs in mijn mond. Ik rende naar het toilet en ik spuugde het uit. Het was urine. Het was heel vies, maar ik durf het nu eigenlijk niet meer te doen. Besef dat als je seks hebt en je plast gewoon in één keer over iemand heen. Ja. Wat zeg maar voor jongens... klaarkomen is zeg maar hetzelfde gevoel als je plassen, omdat het uit één dingetje komt. Nou, daar ben ik niet helemaal eens. Maar ja, want daarom dacht hij dat hij dus nog een keer klaar kwam, maar hij moest gewoon plassen. Oh. Hij was klaargekomen en toen ging ze door mijn pijpen, maar dat doet echt hartstikke veel pijn. Nee. Kan je meteen door? Dat kan echt niet. Je kan niet meteen aan een moment door. Dat kan. Als je echt... Snap je? Heb je ervaring? Ik ga je echt een keer rammen op je... Smoelweer. Hey, kortom mijn gast. Sam en Yuani. Ik ben een meisje van 13 en ik wil graag een kind. Oh. Nou, ik wil dus ook heel graag een kind, dus... Oh, ik ga de politie bellen. Nee, yes, I just want to report a pedophile. Yes. You want to put child in 13 months. Oké, okay, dus het is een meisje van 13 en ze heeft een kind. Oké. Okay. Ik heb geen vriendje, maar toch wil ik heel graag een kind. Laatst was mijn zus niet thuis, dus ik keek in haar prullenbak en daar lag een gebruikte condoom. Dus ik pakte de condoom en ging naar de badkamer. Toen heb ik in mijn VJJ gedaan. Oh. Ik ben nu al een maand zwanger en ik word steeds dikker. Mijn vraag is hoe ik het beste kan verbergen. Het kan helemaal niet. Je kan niet je zorgen verbergen, first of all. Nee, maar zaad blijft ook... Het is niet dat als het ergens ligt of is, dat het zeg maar gewoon blijft leven, hè. Het gaat gewoon dood. Ik las op Quest dat in een condoom sperma wel enkele uren kan overleven. Wow. Omdat het vocht er gewoon bij zit. De kans is klein, maar de kans is er wel aanwezig. Ja, het is er wel. Ja, je kan het niet verbergen. Om gezegd met je ouders te bespreken, maar ik zou gewoon goed nadenken voordat je weer iets doet. True. Want zomaar een kind op aarde zetten is niet zomaar iets, hè. Nee. Dus dan krijg je dit soort gevallen. Helemaal fout. Nou, dit was weer de video Confessions samen met Yunai. Wil jij hier nou meer van? Like dan de video, abonneer en stuur jouw confessions in. En bij 15.000 likes dan gaat hij het vertellen. Met muziek zet je op hand. Ja, nou, doei!